Ik heb begrepen dat er een kenteken voor trekkers komt. Tenminste, er is een voorstel van de Velecom samen met andere brancheorganisaties. Wat houdt dat precies in en waarom zouden we dat zo graag moeten willen? Nou, feit is dat we afgelopen weken intensief overleg hebben gevoerd. Velecom, Cumula, LTO. En daar zijn we met elkaar tot de overeenstemming gekomen dat het goed zou zijn om de verkeersveiligheid te borgen. Dat er ook een kentekenplicht komt voor landbouwvoertuigen die op openbare wegen zich vertonen met een snelheidsaanduiding van 40 km per uur. Dat zal met ingang van 2017, als tenminste de politiek dat nu echt gaat besluiten, waarschijnlijk zijn beslag gaan krijgen. De vraag waarom is dat van belang? Ja, dat is van belang omdat naast goede vaardigheden van degene die die apparatuur bestuurt, hetgeen geregeld wordt met het trekkerrijbewijs, natuurlijk ook uitermate belangrijk is dat het materieel waarmee gereden wordt, dat dat voldoet aan de eisen van de openbare veiligheid. Dat gebeurt op elk vlak, bij bijna elk apparaat wat we in de Nederlandse samenleving kennen. Dus het is niet raar dat dat ook voor landbouwvoertuigen gaat gelden. Gerry Kleene is voorzitter, LTO-voorzitter van de afdeling Hardenberg. Heeft zelf ook een melkveebedrijf met 6 trekkers, heb ik begrepen. Waarom is LTO nu ineens omgedraaid? Ze waren altijd tegen de kentekenplicht en nu toch wel voor. Waarom? Ja, nou echt voor zijn we natuurlijk eigenlijk nog niet, maar er is een kabinetswijziging geweest. Het was voorheen een plan van het CDA en dan kon iedereen zich in vinden dat het niet echt hoefde. En konden we er altijd onderuit komen, maar nu heeft de Partij van de Arbeid een grotere stem. Ja, en die heeft toch geëist dat er nu toch een kentekenplicht komt. Dus het is gewoon door een kabinetswijziging moeten wij eigenlijk nu mee met het nieuwe verhaal. Wat wij willen, dat is een heel eenvoudige manier van registratie en kentekenen die de boer geen overlast geeft, geen hogere administratieve lasten geeft, zodat het zo eenvoudig mogelijk direct bij productie en bij levering op de trekkers en voertuigen kan worden aangeduid.